Ja, het is eigenlijk allemaal begonnen met de dominomus, die op Domino D-Day 23.000 dominostenen omgooide. En daar was men toen niet blij mee. Dus die mus werd doodgeschoten. Dat veroorzaakte heel veel ophef. En iedereen was daar zeer van onder de indruk. En toen hebben wij gelukkig deze mus kunnen bewaren voor onze collectie. En we merken dat dode dieren met een verhaal erg aanstekelijk werken. Mensen komen daarvoor naar het museum. We hebben er nu een stuk of 10, 12. En ja, er is nu nog ruimte voor meer. En daarom de Dag van het Dode Dier. Het museum krijgt niet vaak dode dieren met een bijzonder verhaal aangereikt. Wel pas nog deze dode zwaan van de Rotterdamse Statensingel. Hij viel auto's aan. Alle geparkeerde auto's die langs de Statensingel geparkeerd stonden. Met name donkerblauwe auto's en de spiegels. Uiteindelijk is hij in april op de wieken gegaan en is hij op de schietkade tegen een stoplicht aangevlogen. Daarbij heeft hij zijn vleugel gebroken. Je ziet het hier, de vleugel is gebroken in het opperarmbeen. Dat heeft hij wel verder overleefd, maar ja, toen is hij naar de vogelklas Karel Schot aan het Afrikaanerplein gebracht. En daar is hij toen geëuthaniseerd. Ja, hij heeft zich doodgevlogen in de watersnoodramp. Oké, op de dag van de watersnoodramp, zeg maar. Ja, in Zevenbergse Hoek. Daar was mijn oudste broer onderwijzer. En daar stond ook de boel onder water. Ja. En die vogels die konden nergens terecht meer. Nee. Geen bomen of struiken of wat dan ook. Zal ik hem toch weer mee naar huis nemen over een paar dagen? Ja, want u zei van, ik wil hem brengen, even laten zien. Nee, hij is de deur uit. Ik vind het heel aardig van u. Ja. En wij gaan er nu voor de eeuwigheid voor zorgen. Ja.